Een warm welkom iedereen vanuit de voetbaltempel van Everton, Goodison Park. Mijn naam is Siert de Vos en ik verzorg samen met collega Jeroen Guter het commentaar bij deze wedstrijd. De arbiter heeft vandaag zijn kaarten thuis gelaten. En ook zijn fluit. Hij fluit dus niet voor overtredingen of buitenspel. Kortom, geen spelregels vandaag. Als dat maar goed gaat, beheers je een beetje, hè? Dit is Everton. Zo, wat een reactie van die doelman. Voor het doel gegeven. Dat is een corner op maat. Maar hij kopt er net over. We kijken naar de 11 spelers waarmee Everton in de wedstrijd van start gaat. Jordan Pickford staat in het doel. Jeremina speelt samen met Tarkowski als centrale verdediger. En voorin speelt Dominique Calvert-Lewin. Balbezit Real Madrid voorbij. Goh, wat scheelde dat weinig. Ja, bijna de openingstreffer van Real Madrid. Wat wordt voorkomen door dat puiken keeperswerk. Hoog druk gezet. Goed gedaan. Doucouré. Dominique Calvert-Lewin. Hij is van de bal gezet. Hij pakt de bal en begint aan uiteren. Doelpunt! Zo, dat zit mee, zeg. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Ja, dat was een fantastische uitbraak natuurlijk. Technisch heel verfijnd gedaan door die speler. Goede controle ook en uiteindelijk het hoofd uitstekend koel gehouden voor de goal. Indrukwekkend. Daar gaat hij langs de tegenstander. Wat een duim van Courtois, alsof hij glijdt over de olie in een frietkot. Tja, maar ja, het is ook niet voor niets een van de beste keepers ter wereld, hè, Siert. Bal voor de pot gegooid. Laat zich niet gek maken. Stopt de bal weg. Dan schiet de bal zo naar de tegenstander. Nog steeds aan de bal hier. Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Modric. Ja, op doel. De doelman strekt zich uit tegen. Toni Kroos. Met de bal in de 16. En er zit iemand tussen. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. Oei, te veel man voor de bal nu. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Bal afgepakt in de eigen 16. Via de tegenstander achter. Dus een corner. Ferland Mandy. Doortastend optreden van de keeper. Er is een duik voor nodig om deze poging te stoppen. Maar dat doet hij fraai. Echt zonde dat ze er niet nog één bij hebben gemaakt. Want dat leek me toch de ideale kans. Nou ja, dat heb je goed gezien, Siert. Zal er nu twee voor kunnen staan? Alex Iwobi. Dribbel, dribbel. Daar komt hij aan, hoor. En dat is het doelpunt. En de stand is weer gelijk. Wat een heerlijke wedstrijd is dit trouwens. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Doucouré. Hij onderschept deze paas. Schot wordt geblokkeerd. Daar schiet hij op doel. En het doelpunt. Ze gaan weer aan de leiding. Niet de waterleiding, nee, de champagneleiding.
Ja, dit is toch wat we willen zien, hoor. Dit is echt een schitterende actie. Hij gaat zijn man voorbij en maakt hem dan heel netjes af. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Knappe, verdedigende actie. En weer in balbezit. Everton bouwt op. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Hele fraaie steekpas hier. En die zit erin. Twee doelpunten kort na elkaar. En ze zitten op rozen. Au, 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 die toornen. En we hebben nu een stand van 3-1. Karim Benzema. Ja, iedereen kan zien dat Real het vandaag. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie, hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Niet goed gepaast. En dus balverlies. Ze werken die voorzet weg. Doucouré. Ongelooflijk, wat een verwoestend schot van Toni Kroos. Het lijkt dikke Bertha wel. Hij scoort van een schier onmogelijk. Afstand. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Calvert-Lewin. Zo raak je hem simpel kwijt natuurlijk. Seamus Coleman. Real Madrid is ook zo'n club. Zie het nu even niet. Kijk eens naar die aanval. En boom, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een minuutje blessuretijd. Hoog gegeven, die steekpaas. Kan iets opleveren. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt, want de bal gaat net naar zijn doel. Ja, het scheelde heel weinig. Wel een goede poging. De eerste 45 minuten hebben we gehad. We gaan rusten.